Deze afbeelding geeft heel duidelijk het contrast aan tussen strak en modernistisch versus oud en rommelig. Strakke lijnen en vormen en sobere kleuren rechts in de afbeelding versus ronde vormen en heldere kleuren links in de afbeelding. Dit verwijst naar het contrast tussen de twee werelden. Het strenge schoolkostuum verwijst naar hard leren en intellectualiteit. Er wordt gebruik gemaakt van sobere kleuren die verwijzen naar een sfeer van boeken, hard studeren en weinig plezier. In de bovenste foto zijn de rechthoekige lijnen, de donkere kleuren en de verhuisdozen een teken van de leegheid in het leven van het meisje en haar moeder. Het planbord geeft hun leven weer, helemaal georganiseerd. In de onderste foto zie je ze op exact dezelfde wijze hun tanden poetsen. Alles in het leven gaat geautomatiseerd en volgens een vast schema. Op de rechterfoto zie je het schoolkostuum. Dat is vergelijkbaar met de kleren die het meisje aan heeft. Op deze afbeelding zijn heldere kleuren te zien en heel veel vogeltjes, bloemen, die vrijheid symboliseren. De oude man hangt ondersteboven. Dit geeft aan dat hij lekker doet waar hij zelf zin in heeft. Het meisje heeft een gelukkige uitstraling op haar gezicht. En de zon schijnt en geeft hun plezier weer. Piloten vlogen in de tijd rond 1920, waaruit dit vliegtuig stamt, alleen, wat een eenzaam bestaan was. Het neerstorten in de woestijn benadrukt dit. In de woestijn komt de piloot een eveneens eenzame kleine prins tegen. De leegheid in de afbeelding verwijst naar de eenzaamheid en de uitzichtloosheid van de situatie. Op de onderste foto is een nomadenvolk afgebeeld in de woestijn. Je ziet aan hun hoofddeksels dat die hetzelfde zijn als het hoofddeksel van de piloot. Dit geeft de aanwezigheid van de woestijn weer. De vormgeving van het vliegtuig wijst erop dat het een vliegtuig van vroeger is. Het vliegtuig op de rechterafbeelding is van rond 1920. Dit verwijst naar het feit dat het verhaal wat verteld wordt al eerder gebeurd is. Het boek is in 1943 uitgekomen. Het embleem op de mouw van de man laat zien dat hij ergens deel van uitgemaakt heeft, bijvoorbeeld van het leger. Op de afbeelding ernaast zie je een legerkostuum. Deze heeft eveneens een afbeelding op de mouw. De viezigheid op de schouder van de man geeft weer dat het een oud kostuum is wat al veel meegemaakt heeft. De pet is een echte pilotenpet van rond 1920. Dit verwijst ook weer naar deze tijd. Vriendschap is een rode draad door deze film. In de volgende fragmenten zie je dat. Je ziet het in de hand van de kleine prins en de grote hand van de piloot. Je ziet het daaronder. De grote piloot tilt de kleine prins van een muurtje af. Je ziet het rechtsboven, waar de oude man en het meisje samen de sterren kijken. Iets wat zij samen doen, een teken van hun vriendschap. Op de onderste foto zie je de roos. De blaadjes van de roos zijn verwelkt als de kleine prins uiteindelijk weer bij zijn roos is. Maar dit betekent niet dat hij de roos vergeten is. De moraal van het verhaal is dan ook dat je iemand nooit zal vergeten als je hem in je hart met je meedraagt.